Hierachter kan je nou via het geasfalteerde pad omhoog, waar die mensen daar lopen. Zondagavond iets na 7:30 en kijk, ik moet zelfs in de rij staan voor een ijsje. Ik heb heerlijk gegeten thuis en nu heb ik trek in een ijsje. €2,10. Nou, ze schept echt heel veel in. En dat is de wandeling waard. Super aardige meisjes die bedienen. Ik wilde eigenlijk naar die borden gaan, zie ik opeens dit. En toen vroeg ik, zijn jullie aan het proeven? Ja, we proeven ja? Een eitje en we hebben alle 8 verschillende biertjes. En hoe heet dat dan op het menu? Ja, het is een flight. Flight of beers. Vluchtig bier. Zit je bij Brewdog? Ja, Brewdog. En geven ze 8 verschillende biertjes en dan kan je dus met elkaar lekker proeven. Ieder vier verschillende. Je mag ieder vier hetzelfde of ieder vier verschillende. We vinden het niet vies aan elkaar glaasje. Dus het is wel leuk als we alle 8 andere doen. En ik krijg een kaartje bij wat is. En dan kun je precies meekijken wat je lekker vindt. Ja, net als met wijnproeven eigenlijk. Ja. Oh, nou jongens, als jullie hierin geïnteresseerd zijn, en dan krijg je er wat bij. Kipnuggets of zo? Kipvleugels, onion ring. Dat bestel je er zelf bij. Maar kan je dat dan door elkaar drinken? Ja. Eerst neem je een slokje van het een en dan van het ander. Als je maar niet alles een keer door naar binnen gooit, dan alles is avond. Nou, misschien ben ik straks een beetje dronken. Ja. Oké, nou, echt leuk. En geniet ervan, zou ik zeggen. Bye bye. Ja. Nou zeg, weten jullie weer wat nieuws? Dacht ik dus dat dit iets van Oudkijkduin zou zijn, maar het is Haagse vrouwen op de fiets. En dat komt natuurlijk omdat hier op 12 augustus de Tour de France Femme voorbij komt. Nou, weer een prachtige zon op de zee. No? Not on the video? Oké. Okay. You want to talk with me without being filmed? It's okay. Where are you from? We are from Finland. Finland? Yes. Oh. We're traveling to here to visit, like, our clients. Okay, because it's just being renovated, so it's not open yet, eh? It's all empty. Yes, and we speak, like, any language, but she speaks just Finnish. Two languages. Nou, zeg, had ik nog een heel interessant gesprek met een man uit Finland met zijn dochtertje even uit de wind gaan staan. Ik zal even zo. Hij wilde niet gefilmd in welke landen ze nou wel of niet Arabisch spreken. En in Iran spreken ze geen Arabisch, maar iets wat meer op Turks lijkt. Ik moest het allemaal gaan googlen. Gauw naar huis, voetballen kijken, EK-finale. Dit was een onverwacht kort interview-sessietje.